Ja, Wiegel, hier staan we dan bij de Wijnboot. Met de interne receptie van Prins Vijken en aansluitend uitverkiezing. Sorry, oh, uitverkiezing van de prominent. Heb je allemaal op één avond, gezellige avond. Het is al een heleboel gezelligheid. Je kunt het wel horen. Ik heb net weer een vereniging binnen, dus we gaan even naar binnen toe. Gooi met, kom maar, kom je gelijk even kijken. Nou, ik heb goed uit, want de stadsprins is binnen. Proost op 6.2 en Allah. Dankjewel. Fantastisch. Mag ik de muzikaal leider of de voorzitter naar voren? Van Pardoes. Er wordt nog een slokje genomen. Net als het slokje hier bij onze hoogheid en adjudanten. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileumjaar. En we hebben de afgelopen uren geweldig genoten van jullie klanken. En dat is echt super. Dus, we willen graag nog met jullie in overleg volgend jaar, want we zijn dol enthousiast. Bij deze een bosje bloemen om het op het jaar al feestelijk in te luiden. En maak zometeen nog even geweldig meer muziek voor ons, dan kunnen we er lekker van genieten. Gefeliciteerd en bedankt. Allah. Allah. Nog even op de prominent. We drinken er lekker een van met z'n allen. Dat is toch lekker, zeg. Dat is best zoet. Heerlijk. Maar wel lekker. Ik zou zeggen, zullen we dan maar verder gaan? Namens de commissie van Prominentenbal, voorzitter, wil ik u vragen om de bekendmaking van Prominent 2018 nu voor te dragen. We hebben natuurlijk net een geweldig lekker drankje gedronken, wat heel bekend is hier in Zwolle. En ik ga dus nu echt bekendmaken wie de prominent is van 2018. Sinds 1845 is het niet meer weg te denken uit het beeld hier in Zwolle. Echt, dus het is al heel lang bekend hier, hè. Bij alle Zwollenaren moet het bekend zijn, echt. Vele lekkernijen hebben ze daar. Gadgets, wandelroutes. Door het mooie Sassendonk. En dan hebben ze allemaal dranken met Zwolse tintjes. Hebben jullie al een idee? Ja! Ik weet niet. Die gaan, al die lekkere drankjes, die gaan over een hele authentieke toonbank. En die toonbank, er zit een bel aan. En bij de meeste gepasseerde en bekende producten in de streek. Ik hoor u denken, nee. Niet de steken van de prinsendom, maar van de ambachtelijke snoepje. Wat gestoken wordt uit suikerdeeg. En dat suiker dat komt natuurlijk uit de suikerbieten. Kristallensuiker komt daarvan. En daar maken ze iets lekkers van. En dat is jullie denk ik allemaal nu wel bekend. Het Zwolse balletje. Gelijknamig aan de winkel het Zwolse balletjeshuis. Wij willen dus wie stil naar voren roepen. Want die is met haar zaak. Het Zwolse balletjeshuis, prominent van 2018. Dames en heren, een fantastisch applaus voor Wies Dul en het Zwolse balletjeshuis. Alaaf! Fantastisch. Ja. De prominent. Een hele terechte keuze. De mensen van het Zwolse Balletjeshuis. Wat wil je nou nog meer? Van 1800 een heleboel jaar aan het gelukken. Ze bent nu genomineerd en ze binnen te worden. Ik vond het een terechte keuze. En het is weer voorbij. Tenminste voor mij. Ik duik er mijn bedje in. Ik heb niemand om naast mij.
Bart Herman die stond achter de camera en Bart zie met de peurtjes omhoog. Ik denk wel met een slukje, maar in ieder geval Bart, jongen, rustig aan. Volgende week zien we jou weer. Tot goed. Joi. Thank you.